Het kanaal is jaren geleden al gesloten voor de scheepvaart. We staan aan het begin hier in Zwinderen. En als je nog naar Coevorden wil varen, dan is er nog maar één manier. Nou, zoals je ziet, we hebben te maken met een uniek stukje vaarwater. Dit is het Zwinderse kanaal richting Coevorden. En dan zou je dus via dit kanaal het Coevorden kunnen aandoen. Je zou een paar nachten kunnen blijven in Coevorden, een mooie vestingstad waar best wel veel te zien is. En dan zou je weer via het Stieltjeskanaal richting Vlengdehoofdveense Vaart kunnen. Wat je dus nu ziet, er zijn een hoop toeristen die met hun boot, een hoop mensen die varen vanaf Duitsland richting IJsselmeer of vanaf het IJsselmeer richting Duitsland terug. Ja. Die gaan over de Hoogeveense Vaart, varen via Nieuw-Amsterdam en die zijn weer vertrokken. Dus zorg dat die mensen in Coevorden komen. Het 10 kilometer lange kanaal is inderdaad een prachtige vaarroute, maar heeft 7 vaste bruggen die dan vervangen moeten worden. Ook moeten een ophaalbrug en 2 sluizen weer gangbaar worden gemaakt. Wij kunnen met onze kano snel in en uit het water. Voor echte schepen moeten er voor miljoenen aanpassingen komen, zoals in Coevorden. Dit is wel het grootste obstakel? Dat klopt helemaal. De krimbrug, grootste obstakel, maar ik denk dat het technisch realiseerbaar is. Het is mogelijk om de brug hoe dan ook beweegbaar te maken of omhoog te brengen. Het kanaal en de sluizen zijn er al en de diepte is verrassend nog 1,30 meter. Maar hoe realistisch is dit plan? Kijk naar het nieuwe Koning Willem-Alexander kanaal, het kanaal Erika ter Apel. Ja. In eerste instantie zei men dat is niet haalbaar. Dit is nooit haalbaar en dat kan niet. Ook dat is gelukt. Laat onze bestuurders nu eens kijken wat mogelijk is. Gedeputeerde Brink wil binnenkort wel eens een voorzichtige en globale berekening maken van de kosten om het kanaal Coevorden-Zwinderen weer open te krijgen.